أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nog één keer, want ik wil mijn salam terug, beste mensen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sommige van jullie zijn nog steeds verlegen. Ik zie dat sommige van jullie op het podium zitten. Als jullie alsjeblieft gewoon een rij zoveel mogelijk willen gaan zitten, maak jullie het een stuk makkelijker voor ons om georganiseerd te zitten. Deze les wordt gruwelijk, want we gaan vandaag profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam weer verdedigen. Sallallahu alaihi wa sallam. Nice. Gewoon een klein leger hier, kapot leuk. Ik wil dat iedereen zijn telefoon pakt. Ja, deze les mag dat. Niet om te snappen over Insta. Ja, kan je ook doen, moet je zelf weten. Volg mij wel als je wilt. Maar nee, we gaan een aantal namen en een aantal zaken gaan we opschrijven. En die gaan we dan samen doornemen. Als allereerste gaan we het hebben over sawiq. Schrijf maar gewoon op hoe je wil. Sawiq mag bovenaan. De slag van sawiq. Of as-sariyatu sawiq in het Arabisch. Yes? Iedereen opgeschreven? Dan mag daaronder de naam Salim ibn Nu'man. Salim ibn Nu'man. Salim ibn Nu'man. De Salim, de zoon van Nu'man. Dan mag daaronder de slag van Qaradah. Qaradah. De slag van Qaradah. Oké. Dan mag je de naam Ka'b ibn Ashraf. Ka'b ibn Ashraf mag daar weer onder. En dan komt er nog eentje aan. Ka'b ibn Ashraf. Yes? En dan daar mag dus de naam onder Muhammad ibn Maslama. Muhammad ibn Maslamah. Ashraf. Iedereen ready to go? Ja, ik heb jullie hulp nodig zometeen om ook voor mij voor te lezen wat dan de eerste is, de tweede is, de derde is en de vierde is. Waarom doe ik dit? Nou, jullie weten dat ik soms een beetje moeite heb met lezen. Het is niet altijd even makkelijk voor mensen met een visuele beperking. Dus dan moet je je zwakte omzetten in je kracht. Oké, ik wil jullie doseren, net zoals ik ben onderwezen, alhamdulillah. Dus ik wil overdragen wat ik heb gehad aan jullie. Nou, ik kan daar heel moeilijk over gaan doen, en allemaal papiertjes willen gaan lezen, en spastisch hier gaan zitten en huilie doen, dat ik niet goed kan kijken. Of ik kan gewoon zeggen, jullie kunnen meteen je aantekeningen maken, en het is voor mij een kladblokje. Wat vinden jullie van deze manier van lesgeven? Prima, mee eens? Dus dat betekent ook dat deze les alleen succesvol is als jullie massaal praten. Zachtjes iets zeggen, werkt niet. Ziet er niet uit. En dat lijkt ook voor de mensen die niet zien met hoeveel mensen we hier zijn, alsof het niemand boeit, weet je wel. Dus ook een beetje voor de shine, voor de video. Moeten we met z'n allen zeggen, ja, zeg dan. Ja. Kijk, dat is krachtig, daar heb ik wat aan. De allereerste wat daar staat, mag je van mij nu oplezen. 3, 2, 1, wat staat daar? Nog een keer. Sariq. De slag van Sariq. Sawiq, excuses. Sawiq. Sawiq. Nou. Sawiq, naam. Als het goed is heb je het opgeschreven net ook, toch? Dat maakt het ook heel makkelijk. Dat is ook de reden waarom ik het ook heb gedaan, want het is gewoon veel. Het is gewoon lastig. Jal. Vorige week hebben we het gehad over de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zijn contacten met een van de drie Joodse stammen, Banu Qaynuqa. Hebben we het vorige week over gehad, les 39, kan je terugkijken. Nu zijn we bij les 40. En in les 38 hebben we het gehad over de naweeën, oftewel de naschokken van de slag van Badr, onder andere nog. En hebben we een aantal zaken genoemd. We hebben gezegd, de profeet, vrede zij met hem, heeft vele expedities de deur uitgedaan. Dus vele keren heeft hij iemand tegengekomen op het slagveld. Of hij is zelf meegegaan, dan is het een ghazwa.
Of hij heeft het op zijn commando laten sturen en iemand anders de leider laten zijn. En dan is het een seria. Dit hebben we ook eerder behandeld in vele andere lessen. Ben je het kwijt? Niet denken, oh yo, ik loop achter. Nee, niks aan de hand. Ik moest 9, 10 keer luisteren naar de sera voordat het een beetje erin zit. En jullie merken nog steeds dat het voor mij ook veel namen zijn. De bedoeling is niet dat je alles uit je hoofd weet. De bedoeling is dat deze informatie je vormt en dat het je helpt om meer inzicht te krijgen over hoe mooi jouw dien is en hoe makkelijk het toe te passen in de Nederlandse samenleving. Want Nederland is een seculier land. Het is niet een land dat door een religie gerund wordt. Ja, toch? Maar secularisme is niet hetzelfde als atheïsme. Het betekent dus niet dat Nederland per definitie een atheïstisch systeem heeft. Nee, het heeft een seculier systeem. Wij kunnen allemaal naar de stembus gaan, we kunnen politieke partijen beginnen, we kunnen gaan lobbyen, we kunnen op wat voor manier dan ook democratisch invloed hebben op de samenleving. Snapt iedereen dit? Dus moeten we kijken hoe wij een rol vervullen in deze Nederlandse samenleving. Nou, we hoeven alhamdulillah niks uit te vinden, want we hebben het leven van profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam als onze leidraad. Sawiq is een kleine slag, echt een hele kleine slag, wat onder de commando van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is geleid. Excuses, op een opdracht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is geleid. Dat maakt het een seria. Dat maakt het dus een seria. Wat is er nou aan de hand met Sawiq? Je had een kleine stam, de naam is niet eens belangrijk. Het is echt een kleine stam die met 200 krijgers aankwam zetten om Medina aan te vallen. Nou, wat was de reden hiervoor? Zij waren in het kamp van de mushrikien van Quraysh. Dus ze stonden dichter bij de mensen van Quraysh dan bij de mensen van Medina. En zij vonden het niet oké dat die handelsroute geblokkeerd was van de Quraysh, want er is oorlog. En in oorlog heb je een aantal strategieën die je kan gebruiken om de vijand aan te pakken. Een van de strategieën is oorlog voeren. Ja, toch, bommen, wat ze vandaag de dag doen. Of vechten met een paard en zo, pijl en boog. Kan natuurlijk ook, als je er goed in bent. Maar een andere manier is economische sancties. Dus stel, er is een andere stad. Welke stad haten wij? Nou, haat ze groot. Welke stad mogen we niet? Amsterdam. Hey. Wij als Rotterdam, stel je voor, we worden aangevallen door Amsterdam. Dan zijn er een aantal dingen die wij kunnen doen om Amsterdam terug te pakken. En dat is gewoon de haven dichtgooien van Amsterdam. Dus al die pakketjes van AliExpress met al die leuke cadeautjes van Wish, komt niet binnen in die stad. Economische sanctie. Dit is dus ook wat profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gebruikte, maar dan in Medina tegen Mekka. Oké? Okay? Eén stam die dacht van, ja, wat dacht jij dan? Dit laat ik me zomaar niet gebeuren. Dus ze hadden alles klaargemaakt. Ze hadden hun kamelen volgeladen. Ze hadden geld meegenomen. Alles gewoon voor een expeditie. De profeet sallallahu alaihi wa sallam, die hoort hiervan. Die heeft net op tijd om voor te bereiden. En die laat een aantal strijders, ongeveer een groep ook van 200, die kant op gaan om de stad te verdedigen. Een aanval af te weren. Het moment dat de sahaba aankomen en deze stam die ziet hen, ze worden in één keer hartstikke bang. Ze laten alles vallen, alles uit hun handen. En, subhanallah, ik haal twee zaken door elkaar, maar leg het zo even uit. Dus ze laten alles vallen, laten alles gaan en vertrekken gewoon. Ze gaan weg. De moslims die denken, wat gebeurt hier? Ze nemen de kamelen mee die achter zijn gelaten, ruimen de spullen op en alles wat ze kunnen verkopen en te verhandelen is en wat er aan geld ligt, aan geldstukken, dat nemen ze mee en dat brengen ze terug naar de profeet, vrede zij met hem. En zo is het, deze kleine veldslag, afgelopen. En ik wil mijn excuses aanbieden voor de verwarring. Dit was niet Sawiq, dit was nog een andere, kleinere veldslag waarvan ik de naam niet eens weet. Dus een hele kleine schermutseling. Helder voor iedereen? Dit duurde echt letterlijk nog niet eens een dag. Niemand heeft met niemand gevochten. Ze kwamen in de buurt van Medina. Nou, er komt een peloton naar buiten om ze aan te vallen. En dan denken ze, weet je wat? Nee, toch maar niet. Ze laten alles achter en vluchten. Nu komen we bij een andere situatie. Sawiq. En de reden waarom ik het door de war haalde, het is bijna dezelfde reden. Sawiq wordt zo genoemd omdat Abu Sufyan boos was dat hij Badr niet heeft kunnen redden. Want al deze mensen in Mekka zijn doodgegaan.
Weet jullie nog? Abu Jahl is dood, Abu Lahab is dood, Umayy ibn Khalaf is dood, Uqba is dood, Utba is dood. Er zijn vele mensen zijn gewoon allemaal dood gegaan. Wat heeft Abu Sufyan gezegd? Hij zegt, ik ga niet douchen tot ik ze heb teruggepakt. En hij zei, wallahi. En het punt is, wanneer jij als Arabier zweert bij de naam van God publiekelijk, en je gaat toch sneaky douchen, dan ben je al je eer kwijt. Dus een maand ging voorbij. Een maand, want niet douchen kan je je voorstellen. Nog een maand ging voorbij. En nog een maand ging voorbij. En 3 maanden gingen voorbij. En hij werd helemaal gek gewoon. Hij werd helemaal gek. Wat dacht hij? Ik moet iets doen om te bewijzen dat ik een man ben. Dat ik een man ben. Dus ik neem een klein leger, ongeveer ook 200 man, mee. En hij kwam in een surprise attack in Medina terecht. Niet dat hij gewoon naar het hoofdkantoor gaat, naar de profeet sallallahu alaihi wasallam gaat. En gewoon zegt als een man kon vechten dan of in oorlog gaat of een goede aanval. Nee, hij is een lafaard. Hij gaat naar een van die kleine buitenwijken. Een van de kleine buitenwijken van Medina. En hij ziet daar een tuin van palmbomen. Want wat is er in Medina makkelijk te verbouwen? Dadels. En dadels werden dan verkocht. En dan is gewoon weer eten op de markt, enzovoort, enzovoort. Wat deed hij? Hij heeft de 2 mensen die daar werkten, heeft hij vermoord. Hij heeft deze tuin in de brand gestoken. En toen is hij gewoon, haha, ik heb wraak. En toen is hij weggerend. Ook als een lafaard. Op het moment dat de moslims kwamen om hem tegemoet te komen en tegen hem te vechten en hem uit te dagen, was hij alweer weg. Maar wat deed hij? Terwijl hij aan het vluchten was, liet hij alle zware dingen die op zijn kamelen zaten, op die 200 kamelen, liet ze vallen, want ze wilden vluchten, ze wilden niet vechten. En wat er dus afviel, was sawiq. Sawiq is eigenlijk een combinatie van melk, pap en honing, maar dan uitgedroogd. Zodat je dat met een klein beetje melk weer gewoon makkelijk kan eten. Weet je wel? Gewoon pap, maar dan uitgedroogd. In grote pakken. En dat heet sawiq. Dat gebruikten de Arabieren als ze in de woestijn ver moesten gaan reizen, konden ze gewoon kamelenmelk gebruiken om dat dan weer een beetje eetbaar te maken. En daarom wordt dit as-sariyatu sawiq genoemd. Helder voor iedereen dit punt? Ja? Dus eigenlijk is het gewoon de slag van pap. Dat is letterlijk wat het betekent. Weet je ook weer wat. De Mekkanen echter namen hier nog geen genoegen mee. Want ze zitten nou al een tijd lang zonder rihlat ash-shita'i was-sayf. Zonder deze 2 grote karavanen. Ze stuurden een karavaan naar Damascus en een karavaan naar Jemen. Dat deden ze altijd. Alleen nu is deze route geblokkeerd, zoals ik jullie net zei. De profeet sallallahu alaihi wasallam patrouilleert de weg die ze normaal gesproken nemen langs Medina om richting Syrië te gaan. Dus de Mekkanen kunnen totaal niet die kant op, maar er is een economische stilstand. Als wij in Nederland allemaal niet meer zouden kunnen gaan werken en niet meer geld zouden kunnen gaan verdienen, ja, misschien houden we het vol omdat we nu net stufie hebben gekregen deze week, of we moeten het nog krijgen. Voor de mensen die stufie krijgen, kreeg ik maar stufie, jammer genoeg niet. Geef ons Allah, Allah geef ons geld, Allah amin. Nou, dan hou je misschien een maandje vol. Dus de Mekkanen zitten al 2-3 maanden zonder nieuwe inkomsten. En om de zoveel maanden kwam er eigenlijk weer een grote karavaan terug. Wat deden ze? De ouderen gingen overleggen. Wat kunnen we doen? We hebben net de oorlog verloren, maar we hebben wel geld. We hebben de karavaan gered. Weet jullie dat nog, dat ze de karavaan hebben meegenomen? Herinnert iedereen zich dit nog? Van Bedr? We hebben dus wel geld. Die karavaan moet terug. Want dan kunnen we daar weer spullen van gaan verkopen. Wat nou als we een geheime route bedenken die niet normaal liter gebruikt wordt? Ja? Die niet normaal liter gebruikt wordt. En als we hier nou niemand over vertellen en we zetten een van de jongeren die toch wel een hoge status heeft, als leider daar neer. Dus hebben ze besloten dat ze Safwan ibn Umayya, Safwan de zoon van Umayya, leider laten zijn. En we hebben het al eerder gehad over Safwan en over zijn vriend. Hebben we ook al 2 weken geleden over gesproken. Dus dat kan je ook gewoon terugkijken in les 38. En Safwan, die heeft het aan niemand verteld, maar er waren een paar mensen die hiervan wisten. Ik heb jullie nog een aantal namen gegeven daar. Wat is de volgende die op de lijst staat? Na Sawiq. Wat staat er na Sawiq? Salim ibn Nu'man. We zouden toch tegelijkertijd antwoord geven? Dus dan is het
dank jullie wel. Salim ibn Nu'man, die was gewoon een dagje lekker wijn aan het drinken. Gewoon lekker glaasje doen. Droge witte, zoete, weet ik het wat hij aan het drinken was. Maar hij was gewoon wijn aan het drinken. En hij is een sahabi. Hij is een moslim, echter zijn islam is niet echt super duidelijk. Hij woont in Mekka. En een van die mensen met wie hij lekker drankjes aan het doen was, moet je eens voorstellen dat je mensen hebt en je wordt langzaam dronken en dan ga je opscheppen. Zo van, weet je wat ik heb gedaan, joh? Deze man, hij begon een beetje stoer te praten. Maar we hebben echt een goed idee, joh. We gaan Mohammed flashen, joh. Hij denkt dat we niks meer kunnen. We hebben een geheime route gevonden. Hij gaat afgelopen met hem. We gaan money maken. Hij begon stoer te praten. En Salim, die hoort alles. Salim is gewoon heel rustig aan het wachten. En hij stuurt bericht van Mekka naar Medina met ja, Rasulillah. Dit is er aan de hand. Daar gaan ze heen. En zo willen ze nog steeds onafhankelijk blijven financieel. Dus de sancties hebben geen nut zo. We kunnen geen druk uitoefenen, ja, Rasulillah. En profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die stelt weer een groep sahaba aan, met dit keer aan het hoofd Zayd ibn Haritha. En hij zegt, ja Zayd, ga die kant op, daar en daar en daar. Dat is de route die ik heb gehoord van Salim. Dat ze daar aankomen, overmeester ze en probeer als het kan die hele karavaan met al dat geld mee te nemen. In ieder geval, zorg in ieder geval voor dat ze niet terug kunnen gaan om handel te drijven. Dat de economie tot stilstand komt. Subhanallah, qaddar Allah ma shafa'ala. Met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Zayd die vertrekt met de sahaba. En je moet je voorstellen, deze karavaan, die is topgeheim, toch? Er zijn niet veel mensen die mee zijn. Ze hebben hem niet extreem beveiligd, want ze verwachten helemaal geen aanval. Wie gaat er nou denken dat ze helemaal om gaan reizen achter Libanon, achter Irak, wat nu Irak is, langs en dan zo Syrië in? Dat zou niemand denken. Maar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, die heeft dus daar een val klaarstaan. Zayd, die ziet, na een aantal dagen, weken verder, terwijl ze hebben gereisd naar die locatie, die ziet de karavaan en die staat daar klaar met alle sahaba die de profeet heeft meegestuurd en ze omsingelen de karavaan. Op dat moment schrikt Safwan zich een hoedje. Hij had niet verwacht dat zijn waterdichte plan toch onderschept zou worden en dat ze in de problemen zouden komen. Dus Safwan, ja, die denkt, ja, ben jij gek? Ik ga toch niet hier tegen 300-400 man vechten met z'n tweeën? Die is gewoon weggegaan en die heeft in totaal 50.000 dinar achtergelaten. Allerlei grote balen, dat zijn van die grote stapels, met dure stoffen, leer, wol, wat dan ook allemaal, kamelenhuiden. Hij heeft sieraden achtergelaten, alles, gewoon hele grote omzet. Keiharde financiële klapper, subhanallah. En één keer hadden de moslims een top omzet binnen. Zonder dat er maar iemand dood is gegaan. Zonder dat er maar een zwaard is getrokken. In dit geval lieten ze alles liggen. En Safwan is samen met zijn paar kornuiten gevlucht. En subhanallah, dit doet mij denken aan wat Allah subhanahu wa ta'ala tegen de moslim zei. Toen ze onderweg waren om die karavaan te krijgen. Allah zei, of jullie komen de karavaan tegen, of jullie komen een veldslag tegen, subhanallah. En Allah, de ayah die vind je in soort Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala, die zegt of jullie komen de karavaan tegen, of jullie komen de veldslag tegen. Het is Allah subhanahu wa ta'ala die bepaalt. En Allah heeft ervoor gezorgd dat ze de veldslag tegenkwamen. En Allah zegt ook, ja, dat was misschien niet even geliefd voor jullie. Het is niet wat waar jullie hart naar draait. Jullie hadden heel graag ook geld willen krijgen. Jullie hadden heel graag je spullen terug willen krijgen. Want dat was de reden. Er was ontzettend veel eigendom van de moslims bij, wat onterecht is afgepakt en waar ze dikke vette winst over hebben gemaakt. Zo zie je maar, als je standvastig bent en je gehoorzaamt de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah je misschien soms wel allebei geeft. Hij heeft ze en de overwinning gegeven en nu, maanden later, alsnog de karavaan subhanahu wa ta'ala. O Allah, schenk ons wijsheid en vooral geduld om uw planning en uw plan af te wachten, ya Rabbul Alameen. Zo zie je maar, Allah laat niemand in de steek. Allah is al-Karim, de meest vrijgevige.
deze slag, dit moment, noem je Sariyatul Qarada. Dit was de Sariyatul Qarada. En nu komen we uiteindelijk bij een controversieel punt. We komen bij een situatie die vandaag de dag door de anti-islam bewegingen wordt gebruikt om de profeet vrede zijn met hem door het slijk te halen, hem zwart te maken. Net zoals wat ik jullie vorige week vertelde met Banu Qaynuqa, gebruiken ze ook het incident met Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf en zijn executie gebruiken ze om de profeet vrede zijn met hem zwart te maken. En dit is zo erg onterecht, gewoon zo erg hypocriet. En dat gaan we vandaag gewoon aantonen. Maar alvorens we hier echt mee bezig gaan, wil ik dat jullie allemaal gaan werken aan je manhaj. Aan je manhaj. En een manhaj is hoe je iets doet. Ik heb het zo vaak gezegd en ik zal het blijven zeggen. De manhaj van een moslim is dat je feitelijke waarnemingen niet gaat ontkennen of gaat veranderen omdat ze je beter uitkomen. Dus je gaat niet zeggen, oh nee, profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft nooit een haartje gekrenkt van iemand, want hij is perfect. Nee. Islam zegt niet dat dit zo is. En islam zegt niet, wij zijn geen excuustrussen. Oké? Okay? Islam is perfect, want het is de religie van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus je kan gewoon feitelijke waarnemingen vertellen. Je kan gewoon zeggen, dit is hoe de vork in de steel zit. En dit is wat we eruit halen. En dit is wat belangrijk is. Maar je moet beseffen, profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hij is zowel politicus als profeet, als vader, als leider, als stamhoofd van mijn part. Hij is verschillende rollen. Dus je moet ook uit elkaar halen wat onderdeel is van de sharia zoals het vandaag de dag gecoacht wordt. Voor jou en mij, wat belangrijk is voor jou en mij, hoe wij moeten leven om goede, weldadige moslims te zijn. En wat eventueel belangrijk is voor een politiek leider. Als ik vandaag de dag een stamhoofd zou zijn in Afrika, dan kijk ik heel anders naar de sera en doe ik hele andere dingen als die ik nu doe als inwoner van Nederland. En dat is logisch, omdat islam een pragmatische, gebalanceerde religie is. Het is een religie die zegt, als je hier woont, die je zo te handelen. Als je in een situatie bent dat je te maken hebt met allemaal stammen die je zo te handelen. En dat is daadwerkelijk hoe islam verschillende tactieken heeft voor verschillende situaties. Daarom hoef je nooit bang te zijn dat islam verouderd. Zitten we in 2050, is het net zo relevant. Nog steeds de sera pakken, maar niet precies doen wat er werd gedaan in 2020. Want de zaken zijn anders. Klinkt dit logisch voor iedereen? Islam is echt, echt prachtig, mashallah. Nu heb je te maken met stammenstructuur. Dat heb ik jullie verteld. Dus als ik onderdeel ben van de stam Rotterdam of van de stam Blijdorp, ik noem maar wat, want we zijn in Rotterdam Blijdorp momenteel. Als ik onderdeel ben van de stam Blijdorp en mijn stam die gaat Rotterdam West aanvallen, hè, Kruiskade, en ik word uiteindelijk gezien op de Kruiskade, dan word ik aangevallen door iedereen van de Kruiskade, want ik hoor bij Blijdorp. Er wordt niet gekeken naar Mohammed, oh ja, dat is Mohammed, hij heeft er niks mee te maken. Nee, jij hoort bij die stam, dus we hebben ook oorlog met jou. Snapt iedereen dit? Dus wanneer een leider van een stam iets doet, wordt het gezien alsof de hele stam dit heeft gedaan. Daarom kan dus een leider zorgen voor oorlog, voor vrede, voor afspraken of ze breken. Vandaag de dag hebben we eigenlijk precies hetzelfde, alleen is de macht iets meer verdeeld. We hebben een ministerie van Buitenlandse Zaken. Hè? Een minister die zich dus bezighoudt met het contact met allerlei andere landen. Weet iemand toevallig wie onze minister van Buitenlandse Zaken is? Niemand? Goed zo, Stef Blok. Of zoals Arjen Lubal zegt, de Stef Sok. En waar het een leuke grap is over, no offense Stef Blok, mocht je dit zien. Het is gewoon een grapje. Maar ook, er is ook een toffe gozer. Niet helemaal met hem eens, maar ja, zat het is. Hij doet maar gewoon zijn werk. Dan heb je onze minister-president. Wie is dat? Mark Rutte. Ja, die Rutte, maar... mag hem niet, zegt iedereen altijd. Die kennen ze wel. Maar dan heb je ook nog eens koninklijke taken. Wie is onze koning? Zijn hoogheid, prins Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Koning Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Dat dienen jullie te weten, dat is de majesteit van de Nederlanden.
Zo is dus allemaal buitenlandse betrekkingen. Zij met z'n allen, en vooral als je deze drie bij elkaar krijgt, als ze ergens heen gaan, is het de zwaarste delegatie, dus hoogst mogelijke respect, wat Nederland kan geven aan het buitenland. Dus als je één van die drie krijgt, ja, dan ben je belangrijk, maar niet echt superbelangrijk ofzo. Snapt iedereen dit? Waarom is dit nou belangrijk? Ik kom toch voor het leven van profeet Mohammed, maakt mij dit nou uit, dat zeg ik. Nou, reden waarom is je moet beseffen hoe je islam moet gaan gebruiken, hè? Een wegwijs moet gaan maken in de huidige samenleving. Ka'ab ibn Ashraf is een jonge man afkomstig van best wel een apart huwelijk in die tijd. Heel apart huwelijk. Zijn vader was een Arabier en zijn moeder was van Joodse komaf. Maar volgens het Jodendom, en ik kan me vergissen, maar dit is hoe ik het begrijp, gaat de lijn via de moeder onder andere. Zolang je moeder van Joodse komaf is, ben jij Joods. Yes? Dus als je vader Jood is, maar je moeder niet, dan zegt ze, ja, toedeledoki, doei. Het is dus wel een religie die een laag heeft van etniciteit. Dus je afkomst heeft wel een bepaalde laag. En volgens mij kan je wel, mits een bepaald aantal regels en facetten, bekeren tot het Jodendom. Ik wil me daar echt oprecht in verdiepen. Ik ben heel erg geïnteresseerd om er meer over te weten. Want de meer je weet over anderen, de beter je ook kan uitleggen waarom je zelf gelooft wat je gelooft. Dat is echt belangrijk, beste moslim. Informatie is belangrijk. Kennis is macht. Kennis is precies, of potentiële macht, als je het gewoon goed gebruikt. Maar dus geboren zijn van een Joodse vrouw maakt jou dus per definitie ook Joods. Ka'ab, wat is het dus ook, subhanallah, en dit is echt wel iets wat in de genen terug te zien is. Als je een Nederlandse man hebt en een Somalische vrouw, hun kinderen zijn half. Ja toch? Half Nederlands, half Somalisch. Je ziet vaak ook dat ze... ik wil niet meteen heel stigmatiserend overkomen, maar iedereen zegt, oh my god, ben je light skin? Weet je wel, er wordt op een bepaalde manier gekeken naar kinderen vanuit een gemixt huwelijk. Vaak worden ze ook gezegd dat ze wat knapper zijn. Lieg ik ja of nee? Dat wordt toch gezegd? Dit is wallahi echt, als je ziet hoe genen werken, de schepping van Allah. Je ziet dat bijna mooie zaken van degene van de man en de mooie zaak van degene van de vrouw zich een beetje verenigen in hun kinderen. Je ziet dat ze qua huidskleur een beetje van allebei hebben, van gezichtsbouw een beetje van allebei hebben. Allah, hoe Allah het ook wilt, het heeft altijd een vorm van status gehad. En het is ook gewoon hoe Allah schept en Allah kiest van zijn schepping. Er is helemaal niks mis mee. Alleen hoe je eruit ziet, gaat je naar Jannah brengen of naar Jahannam. Het is gewoon een zegening die je hebt gehad van God. Moet je gewoon blij mee zijn. En dank Allah voor die zegening. Mocht Allah jullie allemaal knappe kinderen geven. Allahumma amin. Want jullie zijn allemaal hele knappe mensen. Ik weet het zeker, want ik zie niks. Ik weet het heel zeker. Bismillah. Dus Ka'ab, omdat zijn vader dus goede contacten had binnen de Arabische gemeenschap, want hij is zelf Arabier, en zijn moeder is van Joodse komaf, was dus hij dus ook een hele knappe man. En kreeg hij ook een hele hoge status binnen de stam Banu Nadir. De stam Banu Nadir. Mag je ook opschrijven voor jezelf. Hebben we al eerder over gehad. Banu Qaynuqa, Banu Nadir en Bani Qurayda. Hebben we al zo vaak over gesproken. En nu moet het niet meer voor de eerste keer in je oren klinken. En anders moet je gewoon vanaf les 30 terugkijken. Ik begin gewoon lesnummers uit mijn hoofd te leren. Zie hoe erg het is gewoon. Les die. Subhanallah. Anyways. Dus Ka'ab, die had dus een hoge status. Vorige week heb ik jullie verteld dat Banu Qurayda de profeet sallallahu alaihi wa sallam een beetje aan het uitlachen waren toen hij terugkwam van de slag van Badr. Wat zeiden ze? Ah joh, wat doe je nou stoer, ja Mohammed? Je hebt niet tegen mannen gevochten, je hebt tegen kinderen gevochten. Herinneren jullie je dit? Je hebt maar tegen kinderen gevochten. Als je mannen zoals ons was tegengekomen, dan had je pas echt moeilijk gehad, joh. Dan had je gezien wat er was gebeurd met je. En we hebben gezien hoe die politieke spanningen erger en erger zijn geworden. Vergelijk het een beetje met de politieke spanningen tussen Iran en Amerika vandaag bedacht. Steeds erger en erger en erger tot een keer, boom, groot probleem. Ka'ab die begon nu dus al met de spanningen te verslechten of te verergeren tussen hem en de profeet, vrede zij met hem. Wat deed hij? Hij ging naar de moslims toe en hij zegt, wat is er toch met jullie en sadaqa de hele tijd? Sadaqa dit en sadaqa dat en sadaqa betekent geld uitgeven in de naam van Allah.
Dus iemand die vraagt, hey goh, ik heb een collecte, ik wil een moskee bouwen, wil je wat doneren? Graag. We hebben een weeskind die we aan het opvoeden zijn en we hebben geld nodig voor de opvoeding van dit weeskind. Graag. Wat voor manier dan ook, dus geld inzamelen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, en er is een ayah in Surah Nisa die Allah subhanahu wa ta'ala ook gebruikt hierin. Dus waar Allah subhanahu wa ta'ala over spreekt. Of mensen die op deze manier te werk gaan. Bismillah. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله سبحانه وتعالى zegt, en zij dan, zij die zelf gierig zijn en anderen oproepen om ook gierig te zijn, terwijl Allah ze veel fadl heeft gegeven, veel heeft geschonken. Zulke eigenschappen, dat wanneer je gewoon, je bent doekoe man, maar je gunt niemand niks. En je zegt tegen anderen, hey, niet hem gunnen. Adabun muhima, een zware straf zou wachten op deze mensen. Het is echt een slechte zaak. Iedereen zegt, hou je geld in je zak. Je hebt het niet eens nodig, je hebt meer dan dat je ooit op kan maken. En daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Meer dan dat je ooit op kan maken, niet alleen ben je gierig, maar je roept ook anderen op om ook gierig te zijn. Kaab die deed het al. En dit was al iets wat niet oké is, want je bent eigenlijk aan opruiing aan het doen. Dit is strafbaar feit 1. Schrijf maar op. Strafbaar feit 1, opruiing. We gaan gewoon een strafbad voor Kaab ibn Ashraf samenstellen vandaag. En dan gaan we zien of het onterecht is hoe zijn leven tot een einde is gekomen. Strafbaar feit 1, hè? Opruiing. De mensen vertellen, nee joh, doe maar niet. Hij zei letterlijk dit. Wees nou even niet zo snel in die sadaqa. Geef nou even beter niks. Want je weet nooit hoe lang deze man nog bij ons is. Met andere woorden, hij hoopt dat de profeet sallallahu alaihi wasallam doodgaat of wordt vermoord. Dat is wat hij insinueert. En dan komt er nog een moment. Kaab, die gaat in het geheim. Maar natuurlijk, mensen zien alles hè. In het geheim probeert hij naar Mekka te gaan. Sterker nog, hij komt daar aan en vraagt een gesprek aan met Abu Sufyan. Wie is Abu Sufyan? De leider van de vijand. En wat was er nou afgesproken in het contract van Medina? Mijn vijand is jullie vijand. En jullie vijand is mijn vijand. En dat op geen enkele manier verraad zal plaatsvinden. Sterker nog, als er een nieuwe vijand komt waarmee ik niks te maken heb, maar die komt jou aanvallen, ik sta daar. Ik heb het vorige week ook gezegd. Dit contract is terug te vinden in Bukhari, in Al-Bayhaqi. Dit is terug te vinden in Ibn Hisham, in Ibn Ishaq's werk. Dit is terug te vinden in de Musnad van Imam Ahmed. Er is zo vaak gesproken over dit contract. En in die tijd, de Saqifa heet het. Saqifa. De Saqifa, dat is precies het document wat landen gebruiken vandaag de dag, maar dan op een andere manier. Ze hebben een andere vorm van saqifa. We hebben bijvoorbeeld de United Nations. Of eigenlijk de NAVO is een beter voorbeeld. De NAVO heeft een verbond gemaakt in de wereld, dat wanneer een NAVO-lid wordt aangevallen, alle andere NAVO-steden, NAVO-landen helpen met de verdediging. Een NAVO-land is Nederland, Amerika, Engeland, Duitsland, Turkije. Zo zijn er een aantal NAVO-landen. En dit heeft echt er ook voor gezorgd dat er minder oorlogen zijn geweest. Dus vergis jezelf niet. Zo'n Tweede Wereldoorlog, zo'n alliantie is alleen maar in stand gekomen. En later, mensen hebben geleerd van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, hebben ze ook een saqifa gemaakt. Dus dat is op zichzelf ook hartstikke mooi. En het is iets wat je als mens ook echt moet weten. Oké, dus in het contract staat niet samen heulen met de vijand. Dat is strafbaar feit 2. Samenwerken met de vijand. Wat hebben ze nou in detail besproken? Is niet duidelijk gehoord. Niet duidelijk gehoord. Maar je moet jezelf even gaan beseffen. Taqiyuddin en ik komen van allebei andere zijn allebei vrienden van elkaar. En wij worden aangevallen door... Door wie? Jeroen Pauw. Pardon niet. Jeroen Pauw. En ik en Jeroen Pauw hebben dus een keiharde oorlog, groot probleem, maar het is nu even rustig. En dan gaat Taqi gewoon in gesprek met Jeroen.
En dan ziet iemand hem. Hé, Takri, wat doe je? Gewoon niks. Gewoon een koffietje. Tuurlijk drink je geen koffie. Sterker nog, als je daarvan uitgaat, dan ben je naïef. En naïviteit kost levens. Dus het feit dat Takri al praat met Jeroen op dat moment, is een strafbaar feit. Iedereen mee eens, ja of nee? Want als je zo meteen toch in de rug wordt gestoken en ze staan te lachen, ja, je had je toch kunnen weten, broer. Dus Kaab, tweede strafbare feit. Derde strafbare feit, wat Kaab deed, actief, was mensen opruien en opritsen om moslimvrouwen aan te randen, te begeren. Dus hij maakte gedichten en dit ga ik zo meteen uitleggen in de context van vrijheid van meningsuiting. Ik hoop dat deze les een beetje interessant is voor ons, inshallah. Kaab begon gedichten te maken met, oh, er zijn geen mooiere vrouwen dan de moslimvrouwen. En als ik vandaag en morgen een nieuwe zou kunnen krijgen, dan dit en dan dat. En dan ga ik een keer met Dina bed en een keer met Dina. Hij heeft het over vrouwen die getrouwd zijn, hè. Dus gezinnen wil hij uit elkaar. En hij zegt deze gedichten tegen niet-moslims. Dus dat is weer opruiming, maar dan tot seksuele intimiteiten. Opruiming tot seksuele intimiteit. Zo erg praten over, nou, de beste vrouwen met wie ik ooit naar bed ben geweest zijn moslimvrouwen. Dus ik kan iedereen aanraden. En ik ga je uitleggen waarom dit niet zomaar gewoon, hij praat gewoon onzin. Misschien is hij gewoon ooit verliefd geworden op een Khadija en heeft hem teleurgesteld, weet je wel. Hard gebroken van hem. Nee, gedichten was de manier om gebruik te maken van nieuws. Dus vandaag de dag hebben we een aantal kranten. Welke kranten hebben we? AD. Iedereen kent AD, omdat AD gewoon pijn doet soms, hè. Soms schrijven ze dingen, net zoals met die kaaf bijvoorbeeld duwen ze tegen de grond. En, ja, onzin, maar snap je, het heeft impact, ja toch? Het hele land is in één keer in beweging. AD roept op tot burgerarrest. Andere kant, Telegraaf. Parool. Dat is de manier waarop nieuws vandaag de dag beweging komt. Politieke partijen, weet je wat ze soms doen? Soms willen ze eigenlijk iets doen, een beetje te nauw is van hen. Willen ze iets doen, maar durven ze niet. Want ze eerst willen weten of de mensen het leuk vinden. Dan gaan ze het zogenaamd lekken. En dan als iedereen erover praat in de kranten, dan doen ze het wel of niet. Of dan in ieder geval is het makkelijker om uit te leggen. Snap jullie hoe dit gebruikt wordt? Kaab gebruikt zo'n tactiek om de moslims aan te vallen. Dus hij wil dat iedereen nu een keer gedichten gaat maken en de roddels gaat verspreiden over moslimvrouwen, dit, dat. Dan moet je eens een keer even een kopje koffie mee drinken, joh. Je weet nooit wat er gebeurt. Probleem ja of nee? Ik ga jullie uitleggen waarom. Je bent jouw bondgenoot in een situatie van onveiligheid aan het brengen. Die dames die eerst gewoon naar buiten konden gaan zonder enige stress, moeten nu even omkijken. En die worden dus ook lastiggevallen op straat. Drie grote problemen die een politiek leider van een stam doet. Dit resulteert in wat? In executie. Profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, wie rekent af met Kaab? Wie snoert hem de mond? Want het probleem is, beste mensen, als dit zo doorgaat, en ook met dat geheime gesprek met Abu Sufyan, dan komt er zometeen een punt dat er een burgeroorlog uitbreekt in Medina. En profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hij werkt samen met alle andere minderheden, maar hij heeft de grootste fractie. Hij is de grootste partij. Hij heeft de Aus en de Ghazaraj bij zich. Dat is meer een deel van Medina. Hij moet er toch voor zorgen dat Medina veilig is. Zij sallallahu alayhi wa sallam, die vraagt aan de Aus, wie rekent met hem af? Een man genaamd Mohammed ibn Maslamah staat op. Hij zegt, ja Rasulullah, ik doe het wel. Ik neem deze verantwoordelijkheid en ik ga deze militaire missie uitvoeren. Wie was zijn naam? Mohammed ibn radiyallahu anhu. Nou, Mohammed, Rasulullah is tevreden met hem. En hij zegt, geen is goed, ja Mohammed. Top dat je dit wil oppakken. Een aantal dagen lang, bijna 3 dagen, eet Mohammed niks meer. Geen eten. En het valt de mensen op. Waarom eet Mohammed geen eten meer? Hij zit alleen maar te piekeren, stress, slaapt niet. Totdat profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hiervan hoort. En hij zegt, ja Mohammed, wat is er aan de hand? En Mohammed ibn Maslamah zegt, ja Rasulullah, ik heb toegezegd dat ik deze missie zou uitvoeren. Maar ik weet niet zeker of ik het kan. En ik wil je echt niet teleurstellen, ja Rasulullah. Dat wil ik echt niet. Ik lig er gewoon wakker van.
Zegt profeet Mohammed, zei ze, stel je niet zo aan, joh. Kom eens op, joh. Nee. Begrijpt het. Hij zegt, snap ik. Laat de druk van je afvallen. Mogen Allah je tot een succes laten komen. En heb gewoon een beetje vertrouwen, ja, Mohammed. Heb gewoon een beetje vertrouwen. Dit is het advies van profeet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Heel mooi. Ik snap het, Mohammed en Mohammed, een beetje confusing, maar volgen jullie het? Yes? Iedereen ook? Ja. Oké, mashallah. Jullie vinden het niet saai of zo, toch? Jullie zijn allemaal zo stil, man, als ik jullie vragen stel. Sorry? Oh, ja. Dat is de schuld van maandag. Jullie moeten allemaal gewoon een kopje koffie bestellen beneden. Verdient middenweg weer een beetje geld. Bismillah. Dus, Mohammed die zegt, ja, Rasulillah, oké. Maar u moet mij dan wel in dit moment even de mogelijkheid geven om bepaalde dingen te zeggen die eigenlijk haram zijn. Maar één keer een uitzondering te maken, anders krijg ik het niet voor elkaar. Rasulullah zegt, zeg maar wat je wil. Voor jou, voor deze militaire missie, je krijgt toestemming om de middelen te gebruiken die je nodig hebt. Om de situatie te deescaleren en af te rekenen met Ka'ab ibn Ashraf. Dus Mohammed die bedenkt een plan. Ka'ab. Die is onderdeel van welke stam? Banu? Banu, let jullie op, Nadir. Banu Nadir heeft ook een fortress. Ze hebben ook zo'n groot fort waarin ze wonen. Dus je kan niet zomaar naar binnen komen, daar zijn allemaal wapens en zeg, Ka'ab, kom vechten dan. Nee, dat gaat niet. Je wordt gewoon pijlenboog zo pieuw, neergeschoten. Ganu in de nek. Dus je moet een plan hebben. Mohammed, die loopt in de middag naar Ka'ab toe. En hij zegt, ja Ka'ab, echt, ik ben helemaal klaar met die profeet Mohammed hoor. Ik ben helemaal zat joh. Sadaqa, dit, dat, fi sabilillah. En Ka'ab zegt, echt waar joh? Oh, ik dacht even dat ik mijn vriend van vroeger kwijt was man. Ik snap jou broer, ik snap jou. En ze begint te praten. Hij zegt, luister dan, ik moet even met jou over zaken praten, snap je? Kan dat niet ergens privé of zo? Hij zegt, tuurlijk. Tegen niemand wat zeggen. Kom dan bij mij thuis even langs. Kom even langs het kantoor. En Mohammed zegt, is goed Ka'ab, ik kom langs. De dag daarna, in het geheim, vertrekt Mohammed naar Ka'ab. En hij gaat met hem praten. Hij zegt, ja Ka'ab, luister. Ik moet sadaqa betalen. En ik heb even geen geld. Maar ik weet zeker dat we gaan met die Mohammed gaan we afrekenen, weet je wel. We gaan hem wegjagen en dan krijg ik mijn geld terug. Ja, we zijn toch vrienden? Ja, tuurlijk zijn we vrienden. Kan je me niet wat geld lenen dan? Kom een beetje doek was hij. Ja, tuurlijk kan hij dat. Daar zijn vrienden voor. Ka'ab is hartstikke rijk, maar supergierig. Dus wat zegt hij? Geld lenen is geen probleem, maar geld lenen kost geld. Rente allemaal. En wat krijg ik van jou dan? Ja, zoveel. Prima is goed. Maar ik wil zeker weten dat je wel gaat betalen. Hè? Want hey, vrienden. Maar business is business. Dus... Wat je doet, heb je iets van waarde dat je kan achterlaten? Heb je kamelen of zo? Weet ik veel, heb je iets wat je mij kan geven om gewoon dat ik zeker weet als ik mijn geld niet teruggeef dat ik dat kan verkopen en dan heb ik alsnog mijn money. Dus Mohammed zegt, ja kijk, ik kom toch naar jou toe, zeg je om geld te lenen, hè, broer. Hoe heb ik geld om geld te geven? Doe normaal. Ik ben arm, verkeerde tijden. Ja, maar je moet me wel wat geven, ja Mohammed. Je kan niet met niks weggaan. Weet je wat je doet? Jouw vrouw kan gewoon bij ons thuis logeren. Dat is geen probleem. Mijn vrouw zal goed voor haar zijn. Je weet dat we vrienden zijn. We zullen goed voor haar zorgen. En wanneer je gewoon komt betalen, kan ze gewoon weer lekker naar huis gaan. Dit was voor hun een soort van normaal. Een soort van normaal. Maar Mohammed was slim, hè. Had hij ook rekening mee gehouden. Hij zegt, ja Ka'ab. Wat? Mijn vrouw bij jou thuis? Jij bent de knapste man van de wereld, hè, broer. Als ik mijn vrouw achterlaat bij jou, ze wil mij niet meer. En Ka'ab die zegt, ja, ik ben wel knap, klopt wel. Ik zeg, ja, eerlijk. En misschien, weet je, toch van één komt het ander. En dan in één keer heb ik mijn vrouw van me afgepakt. Dan heb ik wel geld, maar heb ik geen vrouw meer. Ik hou van haar. Oké, niet jouw vrouw. Ja. Maar je hebt toch een paar zoons, broer. Laat gewoon jouw jongens hier wonen. Even een tijdje gewoon bij mij. Kunnen ze gewoon lekker hier met ons chillen. We zullen goed voor ze zijn. Gaan met ze op jacht, weet je wel. Gaan leuke dingen. Ja, maar Ka'ab, luister dan, hè, broer. Schande zometeen. Letterlijk zei Hashuma gewoon zometeen dat mensen zeggen... hij heeft zijn kinderen achterlaat voor geld. Dat kan toch niet? Wat voor vader ben ik dat ik mijn kinderen achterlaat voor geld?
Ja, maar Mohammed, je moet me echt iets geven, broer. Geld heb je niet, je hebt geen kamelen, je wil je vrouw niet achterlaten, je kinderen niet achterlaten. Ik snap je wel, we zijn vrienden, ik wil je best gunnen. Maar je moet iets doen. Iets moet hier bij mij liggen. En nu komt dat plan van Mohammed. Wat een geniale stratege. Ja, kijk, ja, het is tijden van oorlog, dus we hebben eigenlijk onze wapens nodig. Ik kan mijn wapens niet zomaar wegleggen, maar... Je weet dat we nu in oorlog zijn met de mensen van Mekka, toch? Ja, daar ben ik van op de hoogte. Ik laat al mijn wapens bij jou thuis, hierachter. Ik kom ze even bij jou bezorgen. En dan kan jij ze vasthouden. Dan kan ik in ieder geval geen oorlog voeren, dus ik moet snel die wapens terug hebben. En dan ga ik je dus ook snel betalen, want anders heb ik een probleem. Heb ik oorlog zonder wapens. Kaab zegt, deal man, nu heb je nagedacht. Jij bent geniaal, jij. Dan zijn we vrienden. Snap je dit plan van Mohammed? Hij kan niet zomaar aankomen kloppen met wat tank aanzetten en drie raketten daar zo. Maar als hij die zogenaamd komt bezorgen, PostNL, ja, dan denkt niemand erover na. Dus hij spreekt met hem af. Ik kom dan en dan even in de avond langs, over een paar dagen. Uiteindelijk komt er dus een klein groepje van de Aus samen met Mohammed mee naar het grote paleis fort van Kaab, midden in de nacht. En Kaab is op die nacht getrouwd, hè? Ze is getrouwd, zijn huwelijksnacht. Moet je je voorstellen, kaarsjes aan, romantisch, je houdt van elkaar, habibti hayati. En in één keer, boef, 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 klopt iemand op de deur. Hij zei, oh ja, dat zijn de boys, even opstaan. En ze vroeg, nee schat, waar ga je heen? Blijf hier. Kaab zegt, luister, dan zijn mijn boys. Kom eventjes die tori brengen hier zo. Ja, maar ik wil niet dat je weggaat. En wat als je niet meer terugkomt? Doe normaal, ik loop naar mijn voordeur. Wat als je niet meer terugkomt? Ik weet dat je van mij houdt. Ik ben awesome, maar ik kom wel terug. Doe gek, man. Doe normaal. Het is echt te vergelijken, zoals in de geschiedenisboeken werd gezegd met... Ken je die twee mensen die aan de telefoon zitten? Hang jij op? Nee, hang jij op? Nee, hang jij op? Nee, hang jij... Zo was het. Zo was het echt. Subhanallah, mijn stroom valt uit. Kievers valt mijn stroom uit. Wil iemand even kijken wat er met mijn stroom aan de hand is? Hey. Applaus voor het licht. Tamam. Dus, Kaab zegt, ik kom zo terug. Hij loopt naar buiten. En daar staat Mohammed en de boys staan daar. Zo, Kaab hier, we hebben alles vast hier zo toch. Ja toch. Ligt daar maar neer. En Mohammed zegt, wat ruik ik? Ah, player, parfum hè. Ja, yeah. Hij zegt, ja man, huwelijksnacht, mooiste vrouw van de wereld, zit daar binnen. Ah. Maar Kaab had wel zijn armor aan. Hij had zijn harnas aan. Kaab was altijd zo'n militair mannetje, hij hield van die shows. Ik zeg je eerlijk, ik snap hem ook wel, want ik draag tegenwoordig een beetje pakken. Ik vind het gruwelijk als je naar buiten loopt, net pakken. Ah. Alsof je de hele wereld aan kan. Dus, beste broeders, draag pakken, trouw je ook sneller, inshallah. Allah herdaalik. Nu, Kaab, die moest dus eigenlijk zijn harnas afdoen. Maar wat was dus de slimme manier van Mohammed? Hij zegt zo, ik ruik die parfum. Hé broer, kom eens even hier. Kom eens even ruiken. Ja, doe normaal broer. Nee man, eigenlijk deze parfum. Gewoon echt letterlijk hype die handel. Wow, dit is echt wauw, gewoon top. Dus hij zegt zo, ja hier, ruik. Wacht, laat me even deze afdoen. En, zo. En op dat moment grijpt Mohammed hem vast. En tsk. Hoofd eraf van Kaab. Missie voltooid. Vrouw misschien, nou ja. Dat was korte romantiek. She's heartbroken, misschien. Ja, ik wil een grapje maken, maar beter niet. Ja, maar. Misschien. Het zal erg genoeg. Zo is dus de executie van Kaab ibn Ashraf. Heeft plaatsgevonden op deze manier. Nu, wat is nou het hele probleem? Waarom doet iedereen hier moeilijk over? Is dit op een eerlijke manier gebeurd? Nee, maar beste mensen, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zegt ook, oorlog, daar wordt gewoon een klein beetje mee gespeeld met hoe je dingen aanpakt. Amerika heeft statuten, dat noem je de Declarations of Independence,
En in die statuten heb je de amendments. First amendment, second amendment, third amendment, ga zo maar door. Allemaal is hun grondwet. En binnen de grondwet van Amerika zegt het sowieso dat de staat niet zomaar iemand kan executeren. Dat kan de staat niet. Je wordt dan in de rechtbank gezet en dan komt er een jury en dan krijg je een advocaat en dan krijg je zus en dan krijg je zo. Maar in één keer toen het ging om bepaalde mensen die deden aan terreur, hebben ze een drone gestuurd. Hebben ze jongens van 16 jaar neergeschoten. Amerikaanse burgers met een paspoort. Alsof Nederland morgen een droneaanval stuurt en daar een Nederlander ziet waar ze niet blij mee zijn. Zo, man down. Alle partijen zijn bereid om uitzonderingen te maken. We hoeven niet moreel verontwaardigd te doen. We hoeven niet te doen alsof, hey, yo, jullie profeet heeft dit echt gedaan, joh. Wat een erge man. Guantanamo Bay bestaat. Men wordt gemarteld. Men wordt allemaal voor informatie. Landen knijpen een oogje toe. Zelfs wij, de Nederlandse, onze Nederlandse internationale betrekkingen, zijn niet allemaal zuivere koffie. We hoeven ook niet super verontwaardigd te doen tegen Nederland, met alle respect. Zo werkt het ook gewoon. Ik weet dat het erg is. Ik weet dat het vervelend is wat er gebeurt internationaal. En wat het Nederlandse leger soms wel niet doet. Maar dit gebeurt over de hele wereld. Dit doet een Saoedi-Arabië. Dit doet een Irak die doet dit. Een Turkije doet hier aan. In oorlog heb je te maken met problemen. Hele erge situaties. Hele lastige keuzes. En dan mag je Nederland aan de ene kant ook wel een klein beetje props geven. Op sommige momenten roepen ze zichzelf nog wel tot de verantwoordelijkheid. We hebben er wel een keer boos over gesproken, over die 73 doden bij een aanslag in Irak. Door de Nederlandse staat. Maar ze hebben er uiteindelijk ook al 3-4 jaar te laat wel over gesproken. Het is niet oké, ik ben er niet blij mee. Ik ben er super boos over mensenleven dat weggegooid is. Maar deze dingen gebeuren in een oorlog. En ik heb jullie net verteld, Ka'ab handelt niet naar zichzelf. Hij handelt namens de hele stam van Banu Nadir. En de profeet, vrede zij met hem, dient keuzes te maken. Politieke, strategische keuzes. Ik heb jullie verteld wat de drie vergrijpen waren die Ka'ab heeft gedaan. Dat is geen lichtgewicht, beste mensen. Een verbond sluiten met de vijand. Opruiing. 2 maal. Seksuele intimiteiten willen aanzwengelen. Zodat vrouwen sneller worden aangerand of wat dan ook. Het zijn grote problemen. En zo'n man als Ka'ab, ja, die kan je niet even oppakken midden overdag. Want dan krijg je grote rellen. Ja, toch? Als ik nou hier door de politie zo word weggetrokken, omdat ze niet blij zijn met mij. En ze schieten me neer, weer erin bij zich van rustig. Ik zeg, goedemiddag, werk ze nog, ja, tot ziens. Dan denken jullie ook, wat de hel gebeurt hier? Maar als dat sneaky zouden hebben gedaan, misschien zouden die ook wel boos zijn. Maar jullie hadden het niet gezien. En nu gaat het nog over een individualistische samenleving. We hebben het over een samenleving waarin de persoon belangrijk is. Dat is het mooie aan onze rechtsstaat, gelukkig. Het gaat niet om groepen. Jij handelt niet namens de Marokkanen. Jij handelt niet namens de Somaliërs of de Surinamers of namens de Hollandse Nederlanders. Ik ben net zo'n Nederlander als iedere Nederlander. Hè? Dus in onze rechtsstaat gebeurt dit niet. Maar daar in Medina, 1400 jaar geleden, was er een ander politiek schaakspel wat plaatsvond. Is dit helder voor iedereen? Snapt iedereen de keuzes van de profeet, vrede zij met hem? Kunnen jullie ook begrijpen dat mensen dan moreel verontwaardigd doen? Ze doen als, oh, jullie profeet is echt erg hoor. Oh. Nee, je moet het in context zien, beste mensen. En je moet ook eerlijk zijn over de geschiedenis. Dus ieder die hier kritiek op heeft. Ja, je mag kritiek hebben, maar misschien dat jij wel dezelfde keuzes gemaakt. En wij geloven dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geïnspireerd wordt door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus ik schaam me niet, ben niet verlegen om gewoon over geschiedenis te praten. Maar, keiharde kanttekening. En ik weet dat het 8 uur is, maar dit is echt belangrijk. Het kan niet zo zijn dat er iemand kijkt naar deze video. En ik heb het tegen iedere vorm van islamitisch extremisme. En ik noem het zo, islamitisch extremisme. Iemand die de religie islam gebruikt op een extreme wijze. Iyakum ghuluhu fiddin. Pas op voor extremisme in religie. Let ervoor op. Waak ervoor. Het kan niet zo zijn dat iemand vandaag zegt, ja, maar Wilder zegt ook slechte dingen over moslimvrouwen. Dus poeh. Pilla alaik. Ik zweer bij God, dat is niet toegestaan. In Nederland heb je de vrijheid om te mogen zeggen wat je wilt. Die vrijheid beschermt Wilders om kritiek te hebben op islam,
maar het beschermt ons moslims ook om kritiek te hebben op het jodendom, op het christendom, op atheïsme, op secularisme. Wij mogen zeggen hoe fout alles wel niet is. En niemand kan zeggen, oi, wat voor nep Nederlander ben jij nou weer, hè? Dat je zo haat hebt aan Nederland. Nee, ik heb gewoon kritiek. Dat is vrijheid van meningsuiting. Die is voor hem geldig, maar ook voor mij. Dus o moslim, pas op als je tegen me zegt, oh, je moet gewoon je bek houden, hè, broer. Nee, want dan moet je ook gewoon je mond houden dan. Iedereen mag praten, want wie heeft het beste idee? Wij toch, beste mensen? Twijfel je aan jouw islam? Nee, toch? Nou, als we een goed verhaal hebben, laat iedereen maar lekker praten. Praat wat jij wil. Jullie profeet, 9-jarige man. Jij klinkt gewoon dom. Je klinkt echt dom. Is het helder voor iedereen? Begrijpt iedereen dus dat het niet toegestaan is om wat ik vandaag heb verteld, wat over Ka'b ibn Ashraf gaat, om dat toe te passen op de huidige maatschappij, is niet toegestaan. En ik neem afstand van een ieder die geschiedenis gebruikt op een verkeerde manier om daden van terreur goed te praten. Mijn religie is vrij daarvan. Mijn islam is vrij daarvan. O Allah, bescherm de religie al-islam. Allahumma amin. O Allah, bescherm Nederland. O Allah, bescherm onze volledige prachtige samenleving. O Allah, laat de mensen in een situatie, want we zitten nu in een situatie dat iedereen tegen elkaar is. Die is tegen die, die is tegen die. O Allah, breng onze harten bij elkaar. O Allah, geef ons een veilige plaats waar we u kunnen aanbidden. O Allah, geef ons een goede gemeenschap voor wie we verantwoordelijk zijn in Yom al-Qiyamah. O Allah, laat ons iedereen in Nederland op een mooie manier inspireren om eens een keer de Koran te lezen. O Allah, geef ons de mogelijkheid om al deze mensen dicht bij u te laten komen. Zodat alle goede daden die zij doen, wij die ook krijgen. O Allah, geef ons ook de moed om kritisch te zijn op wat er gebeurt in Nederland. O Allah, geef ons de kennis en de kunde. Waarom zeg je die geen amin? O Allah, geef ons de kennis en de kunde om islam te verdedigen en dat als meerwaarde te laten zijn voor dit prachtige land. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Heeft iemand nog vragen? Nobody? Wat vonden jullie van de les? Is er iemand die zegt, het was wel een beetje te moeilijk? Had het makkelijker gekund? Ik denk dat je hartstikke slim bent. En ik denk zelfs, dat als je die moeilijke woorden oprecht zo meteen terugluistert en je schrijft ze op, voortaan weet je ze meteen. Ik was laatst een aantal debatten aan het kijken. Oh, deze mensen gebruikten woorden als boreaal. Wat was boreaal? Weer een ander die gebruikte, wat was het ook alweer? Nou, in ieder geval genoeg woorden waarvan ik dacht van, ik heb het nooit gehoord. Ik heb het opgezocht en nu vergeet ik ze gewoon bij. Ja, wel bij een slecht voorbeeld, misschien ben ik eentje vergeten. Maar zo leer je niet echt. En wallahi, weet je hoe ik aan heel veel van mijn woordenschap ben gekomen? Is de boeken te lezen in het Nederlands. Hele simpele boeken zoals Harry Potter. Staat misschien helemaal nergens, maar ik had geen vrienden vroeger. Ja, het is wat het is. Alhamdulillah, maar het heeft ook heel veel positieve kanten gehad. Nu heb ik genoeg vrienden, Allah ya Rab. Dat is het taqiyuddin, ik hou van hem. Dus, ik zeg je eerlijk, werk eraan, want wij moslims, wij hoeven niet extreem moeilijke, dure woorden te gaan gebruiken. Ik ga je niet pseudoniemen hier zo erbij gooien, ja? Dat is gewoon stoer doen. Maar ik probeer mijn taal wel zo te houden, dat als er hopelijk over 500 jaar heel veel moslims zijn, die toevallig gewoon hartstikke Nederlands zijn. Want trust me, denk je echt dat je over 500, 600 jaar nog steeds met Marokkanen in Nederland zit? Somaliërs, Turken, Surinamers. Op een gegeven moment is iedereen getrouwd met iedereen, man. Wat ben je? Ik ben 1/8 Somaliër. Mashallah. No one cares, bro. No one cares. Echt waar. Ga daarom ook. Wat zijn wij? Wij zijn Nederlanders. En we hebben alhamdulillah ook een hele leuke culturele achtergrond. Hartstikke leuk. Ik schaam me niet voor mijn Somalische cultuur. Sterker nog, ik kan de gangsterste Somalische liedjes gewoon. Ik ken ze. Ik ken de kleding. Ik ken het eten. Ik geniet ervan. Ik hou ervan. Dat is het volk waarmee ik ben opgegroeid. Maar in Nederland, dat is het volk dat mij heeft gevormd. En ik ben dus ook verantwoordelijk voor de mensen in Nederland. En daarom probeer ik de lessen. Aan de ene kant een klein beetje straattaal, een beetje gangster, want dat toch kort er ook bij. Maar, maar aan de andere kant ook een klein beetje academisch te houden. Helder? Iemand nog vragen of opmerkingen over de les? Oké. Dan zeg ik tegen jullie, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wel thuis. En mogen Allah